Met Mark plus Ramon. De glimlach tussen 12 en 2. Is dat de officiële slogan? Nee, ik schudde hem eigenlijk zo uit mijn broekspijp. Mm, oké. Ja. Hoe ging die nou? De glimlach tussen 12 en 2. Oké. Rijmt niet, hè? Ziek idee. Ja, ziek. Oh. Ja, kijk eens. Een rijmpje. Van een slogan uit zijn broekspijp en een rijmpje uit de mouw. Hoppa. En nagaan wat er uit zijn kraag komt. Zo dan. Nee, een dikke nek. Ja, ook hoor je nog Hardfy en Suburban Nights. We hebben dit vorige week op exact dezelfde locatie, minus de slechte slogan, hebben we dit ook geprobeerd. Namelijk de reverse request. Oh ja. Dat is dat je via de geluidsapp van 3FM, als je de app van 3FM op je smartphone hebt, dan kan je daar al graag een berichtje mee sturen naar de studio toe. Mm-hmm. Alleen kan je ook op het microfoontje klikken en een geluidsopname maken. Ja. Dan spreek je de bandnaam in die je wil horen, maar dan spreek je die achterstevoren in. En als ik het dan achterstevoren afspeel, dan zou ik het moeten kunnen verstaan. Maar, hè? De wetten der geluid, die zijn wat lastig. Dat klopt. Ik heb het even voorgedaan met de band die we net draaiden, Hardfy. Als je Hardfy, als je dat achterstevoren inspreekt, dan klinkt dat zo. Iaf de ra. Iaf de ra. Iaf de ra. Als ik dat achterstevoren dan terugspeel, dan zou ik Hardfy moeten kunnen verstaan. Hardfy. Ja. Ja, dank je. Nou, verdien ik er niks mee, want ik heb net Hardfy al gedraaid. Maar ik vind het wel leuk om even te kijken of jij dat ook kan via de geluidsapp van 3FM. Dus de bandnaam die we horen, achterstevoren inspreken. Jij bent hier heel slecht in. Ik vind het eigenlijk wel leuk als jij ook even een voorbeeldje doet. Abba. Leuk. Er komt ook weer straks 300 keer Abba binnen. Ja. Nou, de bandnaam die we horen via de geluidsapp van 3FM. Achterstevoren inspreken voor de reverse request. Doe ik de rest en ga ik zo meteen die track voor je draaien.